Wouter de Kramer van CFE Chiba VDL Groep. Daar speel je met internationals zoals Najib El Alouchi en Mo Alouche. Hoe graag wil jij hen achterna? Ja, heel graag. Als je ziet waar die jongens al tot nu toe zijn geweest en waar die zijn gekomen. En het A-team naar Brazilië en alles geweest. Ja, dat zijn toch mooie ervaringen als je dat allemaal mee mag maken. Dus dat is ook mijn droom in feite ook om daar ook te gaan spelen. Twee wedstrijden in maart tegen Jong Tsjechië. Hoe belangrijk zijn die wedstrijden? Of zijn ze vooral leuk? Belangrijk en leuk. Het is altijd mooi als je een tripje naar het buitenland mee mag maken. En natuurlijk zijn ze ook belangrijk voor je ontwikkeling. Je bent met die jongens ben je weer op stap. Je leert elkaar beter kennen, je leert elkaars kwaliteiten kennen in het veld. Buiten het veld sociaal met elkaar omgaan en dat is toch belangrijk. Waarom is dat aspect buiten het veld ook belangrijk? Omdat je bent toch met elkaar bezig en je moet in het veld moet je ook met elkaar om kunnen gaan. En als je buiten het veld met elkaar om kan gaan en je weet van hoe iemand reageert op sommige situaties, kan je daar in het veld ook op inspelen. Jongen, ben je tegen Tsjechië? Wat weet je van de Tsjechen? Vrij weinig. Ja, zelf hebben wij met VDL hebben wij ook tegen de Tsjechen gespeeld in Barcelona. Ik weet niet of je die kan vergelijken met de ploeg, maar de speelwijze van die jongens is vooral spelen, lopen, wat ik weet van die landen daar. Echt heel veel, heel gedrild eigenlijk en heel veel automatisme die erin zitten bij die jongens. Hoe krijg je die er bij Jong Oranje in? Veel trainen? Veel trainen inderdaad, dat is sowieso belangrijk. Zijn we nou pas mee begonnen. Dus we moeten kijken of we in die korte tijd ook dat erin kunnen krijgen. Het zal moeilijk worden, maar... ik heb er wel vertrouwen in dat de jongens, we gaan het zo goed mogelijk proberen te doen in ieder geval.